European champion and winner of four of his last five bouts. As a professional, 18 wins with just three losses, six of those wins coming by way of knockout. At 6'3" tall, 1.90 meters, he weighed in at 153.4 pounds, 69.6 kilograms. He fights tonight out of Morocco and is ranked number 2 in the Glory World Rankings. Ladies and gentlemen, Tijani, the Wonder Boy, Bastani. Hij gaat er zien wie er kan komen. Hij gaat er komen, ja, hij moet. DJ, hou je valt niet meer weggeven. DJ, ja, ik heb nu al een best wel mooie carrière achter de rug bij Glory. We zijn er nog lang niet. Ik heb, ik denk, iets van 9 winstpartijen bij Glory nu. Alleen de belt ontbreekt nog. We zijn hier in Amsterdam-Oost, Zeeburg. Dit is de plek eigenlijk waar ik deels ben opgegroeid. En ja, hier voetbalden we altijd. En hier kwam ik vanuit school. En dan belde je bij vriendjes aan eigenlijk. En, het enige wat je toen pakte was een bal en hier waren we dan aan het voetballen, aan het spelen. Een verstoppertje, noem maar op, weet je. En hier gebeurde het allemaal eigenlijk toen ik jong was. Wat ik leuk vind aan het vechten is vooral gewoon de competitie eigenlijk die er is. Dat je kan laten zien dat je sterker bent dan iemand, dat je beter bent dan iemand. En dat is denk ik toch wel het leukste wat er is aan het kickboksen. Ja. Door mijn zusje ben ik eigenlijk gaan kickboksen. Ik voetbalde voorheen, zij kickboksen. Ik ben een keer meegegaan op een zaterdag naar een training. Mijn voetbalwedstrijd was afgelast. En ben ik meteen verliefd geworden op de sport. Ik heb mijn kicks aan de wil gehangen en heb de handschoenen aangedaan. En tot de dag van vandaag, vecht ik nog steeds. We begin in the lightweight division. A much talked about young kickboxing prospect steps into the Glory spotlight for the first time. Here is Tijani Bastani. Kicks on the outside, and he moves out right away. He doesn't ever... Oh, big knee! Doesn't give Brule that chance to get inside. And another flying knee there from Bastani sends Brule to the canvas. 3, 4, 5. Ik vind Tijani heel erg slim. Serieus. Denk na over de toekomst. Pakt al zijn trainingsmomenten serieus op. Doet wat je van hem vraagt. Is communicatief sterk. Ja, slimme gozer. The coach can tell him right now, everything has gone so well so far. He comes from an amazing camp at Coliseum Gym, and those guys have the top guys training there, and the Wilnes brothers, and a lot of top Dutch, the top Dutch fighters come there to do their sparring. So Bastani is getting some good quality sparring. En dan met initiatief, hij was dominant in de partij. It's beautiful to watch. Dutch kickboxing at its finest, punch to low kicks. Tijani had in het begin nog wel eens dat als het niet meer interessant werd tussen haakjes, dus als het te makkelijk was, dan kon hij nog wel eens nonchalant worden. En daar hebben we ook wel eens over gehad en daar hebben we ook in een of twee partijtjes teruggezien. En dan loop je in onze sport loop je risico's en dat gebeurde toen. Aan de andere kant was dat voor mij gelijk het signaal en het beeld dat hij ook uit het goede hout gesneden was. Want hij kreeg het daar zwaar in die laatste ronde, maar hij wist wel te overleven. En hij bleef, ondanks dat de druk groot was, bleef hij slim. En het is over! Bastani survives! What a finish, Joe! Toen dacht ik al van, hey, deze jongen gaat het verder schoppen dan hier. Five of our ringside judges scored about the same, 29-27. A unanimous decision for your winner, Tijani Bastani. Mijn moeder die zorgde er altijd voor dat we het gewoon goed hadden. En tot de dag van vandaag ben ik er nog steeds dankbaar daarvoor.
Maar ook mijn vader die speelt daar ook een rol bij. Dus ja, ik heb het in ieder geval, tenminste mijn ouders hebben ervoor gezorgd dat mijn zusje en ik niks tekort kwamen, om het zo te zeggen. Toen ik mijn eerste kickbokstitel behaalde, toen was ik 10 jaar oud. Gewoon op die jonge leeftijd wist ik eigenlijk al van, hey, dit is waar ik groot in wil worden en dit is wat ik wil doen. Capri is really quick, isn't he? Yeah, that speed on the inside. Oh! Speaking of quick, what a headshot from Bastardi! 5, 6, 7. And it's over! Capri has no idea where he is! Tijani Bastardi with a massive knockout here in Rotterdam! That's the setup when you have a smaller fighter really trying to move their head. They tend to drop their hands. And that was beautiful head kick from Tijani Bastardi. One of the best knockouts we've seen in 2018 so far. Nein. Heb moeten zwoegen in het veld, maar wie zijn zo oogsten? Slij je buiten westen en ga laag terug. Ik ben Fik 9, artiest, rapper, getekend bij Top Notch. Bekend misschien van nummers met Ronnie Flex, Altijd op Tijd, Seven Alias, Yo Silvio, Abu Dhabi. Fik ken ik via onze gemeenschappelijke broeder eigenlijk, Seven. En mij zei dat hij een paar partijen zeg maar, zou gaan vechten. Toen was hij net, volgens mij net bezig met Glory. En dat hij echt een goed opkomstnummer wou. Dus dat heb ik toen voor hem gemaakt. Op YouTube is hij 140.000 keer bekeken, de clip. En op Spotify is hij 712.000 keer beluisterd. Ik weet je hoop voor Wonderboy. Je weet ik kan je voor Wonderboy. Alias Wonderboy, Wonderboy, Wonderboy. Je weet ik kan je voor Wonderboy. Ik weet je hoop voor Wonderboy. Het nummer is sowieso persoonlijk voor mezelf. En ik voel me er ook goed bij. Zijn fans kennen mij nu en mijn fans kennen hem nu. En dat is natuurlijk wel ook een leuke samenwerking die je dan bent aangegaan. Ik had hem het gewoon gestuurd zeg maar, toen het af was. Van wat vond je ervan? En hij vond het direct echt dope. Hij zegt, hé broer, dit is echt hard. Dit is echt precies wat ik wilde. Nog harder dan ik verwacht had, zeg maar. Ja, het is natuurlijk zeker mooi dat, dat er goede reacties op zijn geweest. En dat dit nummer zo vaak is beluisterd. Want eerlijk gezegd wist ik dat niet. En dat vind ik wel mooi om te zien. Ja. En dat hij mij vroeg om dat voor hem te doen. Dus voor mij was het ook gewoon een eer. Ik vond het echt tof, man. Wonderboy, Wonderboy. Ik weet je hoop voor Wonderboy. Je weet het wel. Sowieso, ik weet zeker, hij gaat wereldkampioen worden, man. Die man gaat sowieso ver komen. Ja, dat is duidelijk. Wonderboy, ik weet je hoop voor Wonderboy. Alias Wonderboy. Welkom jongen, goed dat je er bent. Ben je een beetje zinnig? Ja, zeker. Ja, ik wist niet. Maar als je erover zit, ga je eigenlijk aan het trainen. Joseph and Mary hit the roof. Waar ik een beetje aan zat te denken, maar dat is misschien een beetje gelul in de ruimte. Je hebt heel veel discussie, ik zag het zaterdagavond ook, hoe is het galen van Majiro in Zaandam. Altijd discussie of het nou wel of niet acht tellen was. Als je acht tellen krijgt, zegt sommige die vechten, ik was helemaal niet aangeslaagd. Ja. Maar het is voor de jury, ja, het staat er wel. Ja. Je zou bijna nog een soort, dat je toch heel even nog naar de videobeelden kijkt. Ja. Even naar een soort far. Ja. Maar was het wel echt acht tellen, want het maakt wel veel verschil. Ja, natuurlijk. Er zit wel wat in, man, wat je zegt. Man. Ja. We gaan even praten over Glory 65 Utrecht. Ja. Altijd weer leuk, Glory in Nederland, thuis wedstrijd. Lekker veel aandacht aan besteden ook. Hebben we er zin in? Ja. Nu 4 dagen voor het gevecht. Vrijdag mag het gebeuren, ik kan niet wachten. Glory 65 wordt gehouden in Utrecht en is een bijzonder toernooi. Geen massale kaartenverkoop, maar alleen VIP-kaarten. Heren, welkom allebei. We zijn op dit moment in het Telegraafgebouw. Het is Fight Week. Ik vind het hele leuke jongens. Ik ken Yusri natuurlijk ook uit de sportschool. En ik vind Tijani ook een hele leuke communicatieve jongen. En dat zijn echt jongens waar je gewoon ook echt behoefte aan hebt in die sport. Kickboksen wordt natuurlijk wel steeds meer mainstream, gelukkig. Er zijn heel veel galas en het zijn niet alleen maar meer motorclubs en getatoeëerde mensen. Er is ook gewoon een mainstream publiek wat naar kickboksen gaat.
en wat ook naar Glory kijkt. Dat is ook onmiskenbaar een hele populaire fitnessvorm geworden, hè, het kickboksen. Dat moeten we ook niet onderschatten. Ik denk echt dat er honderdduizenden mensen kickboksen puur als fitnessvorm. Dus je merkt dat het allemaal veel minder barrières of veel minder weerstand is om aandacht te besteden aan deze sport. Nou, nu ga ik lekker naar huis, ga ik lekker ontspannen, gewoon lekker een serietje kijken of PlayStation, noem maar op. Ja, morgen hebben we een mediadag in het Steigenberger Hotel voor Glory. Hebben we daar nog wat verplichtingen, zoals fotoshoots, interviews. Woensdag nog een beetje op je gewicht letten. Donderdag de weging en vrijdag gaat het gebeuren. Dan mogen we lossen. I knock him out, he knocks me out, or is it toe-to-toe war? Maak hem aan, kun je nu eens je ogen! Ik dacht bij mezelf, als ik er nog twee krijg, ga ik liggen. Hij gaat als hij niet kan komen. Hij gaat nu komen, ja? Hij moet. TJ, hou je valt niet meer weggeven. TJ, hè? Kutzwem. Tijani is 21 jaar, is alleen maar aan het ontwikkelen, wordt alleen maar beter, heeft zijn lengte mee, zijn slimheid mee, zijn bewegingsintelligentie. Ik zie hem zeker als kanshebber en eigenlijk als een zekerheid dat hij zeker de titel gaat pakken. Nou, eigenlijk doe ik de voorbereiding met hem, eigenlijk alles één op één. Het sparren doen we in de groep. En daarnaast komen natuurlijk buiten het fysieke kickboxspelletje, komen er een hoop andere dingen. We hebben Daan, die zorgt dat alles eromheen klopt. Dus alle medicals die gedaan moeten worden, alles wordt geregeld voor hem. Dus dat betekent dat hij eigenlijk alleen maar hoeft te focussen op het trainen en de wedstrijd. Slaps than the Beatles. Point running on diesel, dog. Playing with my name, this lethal, dog. Who you say what? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Don't just say it down, you gotta show me. We moeten nu de grens vinden, de balans vinden tussen knallen en heel blijven. Yes? Dus probeer goed te werken. Technisch, tactisch goed te werken. We gaan vandaag 12 rondes aan de bak. Oké, eerste ronde. Start hem maar. Omdat we een grote pool hebben aan vechters, kunnen we jongens binnen hebben die een tegenstander die die krijgt kunnen imiteren of dingetjes kunnen doen die zo'n tegenstander gevaarlijk maken, zodat hij zich daarop voor kan bereiden. Ain't no sunshine when she's gone. Als we weten welke tegenstander het is, dan gaan we samen om de tafel. We gaan samen de tegenstander bekijken. We komen tot een aantal punten. Het krachtprogramma wordt aangepast. En dat kan betekenen of dat hij meer power moet hebben. Of dat hij meer krachtuithoudingsvermogen moet hebben. Of dat we meer snelkrachtoefeningen doen. Dus we passen eigenlijk het hele programma passen we aan op de tegenstander die we hebben. Dat doe ik met Tijani altijd een week of 10, 12. En ja, daar maak ik een hele periodisering van. En daarin komt alles aan bod. Daar zit dus een stuk fysiek in, daar zit petsen in, daar zit sparren in, daar zitten tactische dingen met betrekking tot de desbetreffende tegenstander. Hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house, this ain't no home. Anytime she goes away. Anytime. Mijn laatste week was ontspannen. Ik heb maar één keer getraind. En
daarna lekker gefocust en gerust tot de dag van vandaag eigenlijk. En ik had niet heel veel moeite met gewicht maken, dus dat was ook wel fijn. We zijn op tijd begonnen met tapen van de handen. Dat is voor mij het punt waar de wedstrijd begint. Het laatste half uur voor het gevecht moet echt niemand meer praten. Ja, alleen mijn trainers dan. En speel ik de wedstrijd eigenlijk al 10 keer af in mijn hoofd, hoe die gaat verlopen. Ik ben gewoon aan het visualiseren over de wedstrijd. We zijn op tijd begonnen met opwarmen. Wij hebben in de kleedkamer altijd een fysiotherapeut van ons bij ons. Die maakt hem los. En dan doe ik nog een stuk sportspecifieke warming-up. De tactische dingetjes doornemen. De wedstrijd gaat in mijn voordeel verlopen. Ik ga zorgen dat ik met de winst terug naar Amsterdam ga. En dat is ook waar ik hard voor getraind heb. He's got nerves. He's trying to put the intimidation on me. His tricks won't work. Al de trash talk en noem maar op is nergens voor nodig. Gewoon zorgen dat je er in de ring staat. Tegenstander Josh Jouncey vond ik een gevaarlijke tegenstander voor hem. Hij is een hele flegmatieke jongen, hele atletische jongen met veel onvoorspelbare dingen. En dat is ook wel een risico voor Tijani. Daar zou hij dus door verrast kunnen worden. We hebben een keuze gemaakt om te zorgen dat hij echt sterk daar zou staan. Dus we hebben een gedegen krachtprogramma hebben we erin gerold. En daarna hebben we gekeken van joh, wat is nu belangrijk? En wat voor ons belangrijk was, is de druk geven aan Josh Jouncey. We vonden dat hij vaak met een hoge dekking stond, omdat ik ook al eerder een keer met hem te maken heb gehad met een andere jongen van ons. Die toen tegen hem vocht dat we zagen van, hé, hij heeft toch niet een hele sterke kop. Hij doet snel die hand omhoog. Ook de regels van Glory in acht nemen, dat we druk geven, de partij maken, de pressure geven. En daar hadden we gewoon wat tactische dingetjes voor. En dat hebben we tot in de treuren hebben we dat getraind. Mooie hoek, oh, daar gaat hij. Knietje erachteraan. Netjes. Nog even 2 keer de loopkick erbij. Gianni Bestati geeft meteen zijn visitekaartje af aan Josh Jouncey. Yeah, I knock him out, he knocks me out. Or is it toe-to-toe war? 3 rounds. Mooie linkerhoog getrapt, staat hij. Nou niet meer weggeven. Hij gaat er zien wie hij kan komen. Hij gaat nu komen, ja? Hij moet. TJ, hou je focus niet meer weggeven. TJ, man. TJ, jij ook loopt niks maken nou. Punt scoren. Ja? Niet meer weggeven. Ja? En blijven stoten, alles goed. Oh, daar wordt Tijani geraakt. Dat bedoel ik. Hij moet wel gaan. Hij of ik moet dit worden. Hij of ik. Laatste 20 seconden. Wat een partij. Wat een partij is dit. 10 seconden nog. Jouncey. Gefeliciteerd met je overwinning. Het was een taaie pot. Ja, klopt. Was zeker een taaie pot. Als je wel naar voren werkt. Lichaam! De wedstrijd begon zoals we hoopten en wilden. Tijani kon vooral met het bokswerk
Heel goed uit de voeten. Gaf ontzettend goede druk. Scoorde met goede, zuivere treffers. Hij liep op een paar goede opstoten van Tijani, waar we heel veel op getraind hadden trouwens. Alleen in de eerste ronde, in de pauze, komt hij al terug. En met het verhaal, ik heb een blessure boven aan mijn knie. Dus ik heb gezegd van nou, luister, ik zag op het scherm dat we de eerste ronde overduidelijk met 10-9 van alle juryleden wonnen. Dus ik had gezegd, koste wat het kost, zorg dat je deze ronde evenaart. Dat je alsnog zo'n tweede ronde pakt. En dan kijken we verder hoe het gaat met je been. Die eerste twee waren sowieso van mij. 10-9. Laatste ronde verlies je misschien? Ja, omdat ik last daarvan. Ja, maar dat maakt niet uit. Je hebt unaniem 29-28 gewonnen. Van alle juryleden. En dan maak ik hem in de pauze duidelijk van luister, je hebt twee rondes gewonnen. Het enige wat nog fout kan gaan is als je of een 8 tellen krijgt of dat je knock-out gaat. Dus we hebben besproken dat hij veel moet bewegen. Laat hem achter je aanlopen. Tussendoor nog scoren. Je kunt hem opvangen met die knie. Trap met je goede been naar het middel. En overleven op deze manier de derde ronde. En dan zul je ten alle tijde winnen. Als je niet neergaat. En dat doet hij dan ook. En dat is ook weer zijn actieintelligentie. Dat hij dan luistert en doet wat je zegt. En dat maakt ook een team natuurlijk heel erg goed. Het was een... Een mooie wedstrijd eigenlijk. Ja, ondanks dat ik een blessure opliep in de eerste ronde, bleef ik toch op mijn tanden bijten. En heb ik de wedstrijd toch mooi uitgeknokt. En heb ik de eerste en de tweede ronde ook gewoon, zoals ik ook al eerder aangaf, overtuigend op mijn naam gezet. Dat zijn toch wel denk ik de wedstrijden waar ik het meest trots op ben. Ja. Whatever my opinion is not your fault. Yeah. Good one, good fight. Oh, niet zeker your fault, fight. Ik raakte geblesseerd aan mijn benen, zeg maar. Aan de onderkant van mijn lichaam. En ja, dat deed hij goed. En ja, dat voel je. Je kan het onder stoelen of banken steken, maar ja, hij raakt je gewoon goed. En ik ben geen opgever, want het deed behoorlijk veel pijn. Maar we zijn doorgegaan. Ik dacht bij mezelf, als ik er nog twee krijg, ga ik liggen. Ik ga ervan uit dat Tijani nu in de volgende partij een titleshot zal krijgen. En dat was toen nog niet bekend of dat Marat of Sittichai zou worden. Nou ja, zoals je hebt gezien heeft Marat die partij gewonnen. Dus ik ga ervan uit dat hij na de zomervakantie in zijn eerstvolgende partij voor de titel zal vechten. En ik vind ook dat hij dat verdient. Dus nu zal mijn eerstvolgende tegenstander Marat Grigorian worden. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus als het maar een kampioen is waar ik die belt vanaf kan pakken. Vandaag ben ik hier. Ik ben hier om kampioen te worden. En niet om leuk mee te draaien in de middenmoot. Ik ben hier om gewoon de beste te worden en de beste te blijven. En dat is mijn ambitie. Dus ik moet er nu gewoon voor gaan. En, ja. Ik ben al dichtbij. Ik ben heel dichtbij. Ik was al dichtbij, maar ik ben nu nog dichterbij. Dus.